Oostblok beheerste het herenschaatsen op de kortere afstanden. Jens Uwemae is hier bezig aan zijn explosie op de 500 meter tegen de Japanner Kuroiwa. Zijn landgenoot André Hofman verraste iedereen op de 1500 meter. En de Rus Guljaev bleek onaangedaan door dopingschandalen en won de 1000 meter. Jens Uwemae was de enige van de grote favorieten die op de kortste afstand overeind bleef. Vooral de Amerikanen vlogen als raketten de krappe bochten van de overdekte ijsbaan uit. Met zijn 36,45 verbeterde Mai het Olympisch record. Dat op dat moment nog op naam stond van een sprinter van wie helemaal niemand dat had verwacht. Jan Ikema. De Vries, hier rechts in beeld, moest tegen de Canadees Thibaut. En had vooraf eigenlijk maar één zorg, dat hij eindelijk eens niet zou vallen. Rijden Jan, niet lopen, rijden gaan, goed zo. En hij leidt. Opening tijd van Ikema is 9,85. Dat is 200 verwacht, maar dat Ben Johnson over de 100 meter doet. Blijf geconcentreerd Jan. Verlengde slagen. Oh, even laten lopen. Nu komt Thibaut onderdoor. Kijken wat Ikema kan blijven doen. Thibaut onderdoor. Houd je erbij. Thibaut gaat door. En nu moet je Ikema bijtrekken. Ikema rijdt door. Hij blijft ervoor. Verlengen. En Ikema rijdt 36,76. Nieuw Olympisch record. Nieuw Nederlands record. Oh, Jan, wat een race. Wat een race, Jan. Wat een race. Het werd dus uiteindelijk zilver voor Ikema. En dat werd het ook voor Leo Visser op de 5 kilometer. 4600 meter en de bel. 6 minuten 11 en 90. Nog steeds 16e van het wereldrecord vandaan. Dat betekent dat hij rond de 6,44 zal eindigen. Geen 6 in de 30. Rustig maar in de 30. Maar daarboven dus. Vechten ten knokken. Het rondje was in 32,6 voor Leo. Dat zou hij graag anders hebben gezien. Hij komt nu door die bocht heen. Heeft het ongelooflijk moeilijk. Het wereldrecord staat op 6:43.59. Dat haalt hij niet. Leo Visser, eerste plaats tot nu toe. 6:44.98. Nieuw Olympisch record. En een kapot gereden Leo Visser. En hij had het anders voorgesteld. Dat geef ik u op een brief. Het is heel moeilijk te gaan in die slotronde. Kijk eens wat mooi. Oh. Kapot. En wat gaat Gustav zo doen? De tijd van Visser of de tijd van Kempkes? Zit er nog steeds in met de zweet. Hij komt heel dicht in de buurt. 6:44.98 van Visser. 6:45.92 van Kempkes. En wat gaat Gustav zo doen? Hij komt er heel dichtbij. Oh, wacht even. Houd je vast. Ja hoor, daar gaat hij. 6:44.63. Gustafsson dus de snelste en de kater is voor Leo Visser, die wel bijzonder dicht bij een gouden medaille is geweest. De Zweed wordt de ster van het herenschaatsen, want een paar dagen later wint hij ook met overmacht de 10 kilometer. Op het podium na de 5 kilometer ook Gerard Kempkes, die brons won. Leo Visser wil revanche. De bel voor Leo komt bij 13:26.08 en een rondje 34. Wordt zo moeilijk voor hem. Oh, wat moeilijk. Hij heeft tot 8800 meter heeft hij die 33 rondjes kunnen vasthouden. Toen heeft hij langzaam moeten loslaten en hij heeft nu niet meer die push. Op. Extreme laatste versnelling toe te passen. Gerard wel liet niet in die slotronde. Kijk eens aan, hij heeft dus de pochtigste werk. 13:55 zit er niet in. Hij gaat naar de 14 minuten toe. 14:00:55. De prestaties van Leo Visser en die andere Nederlanders werden door een miljoen gehaald. 3:55. En dan het dameschaatsen. Het zou een puur Oost-Duitse aangelegenheid worden, dat stond tevoren vast. Een sensatie op de 500 meter. Christa Rothenburger wordt verrast door de Amerikaanse Bonnie Blair. Maar op de 1000 meter neemt ze revanche
en pakt ze met 1.17.65 nieuw wereldrecord. En hoewel een Oost-Duitse medailleregen nogal voor de hand ligt, is de Oost-Duitse coach Heiner Mund er ondersteboven van. Voor de echte koningin van Calgary moeten we terug naar de herfst van 1987. Naar de training van de Nederlandse kernploeg in een zonnig oord. Wou je zeggen dat je hier aan Calgary liep te denken? Ja, inderdaad. Zeker met die tempo's. Dan de laatste 30 seconden, dan denk ik, verdomme, die Enke zit naast me. Nog even harder. Maar in de voorbereiding ging er iets helemaal mis. Van Gennep raakte geblesseerd, moest een lichte operatie ondergaan en door de trainingsachterstand leek haar positie uitzichtloos. Hoe is het nou met je blessure? Nou, op de fiets heb ik er weinig last van. En het wondje waar ik aan geopereerd ben, dat gaat best wel goed. Ik kan er ook redelijk mee schaatsen. Dat zou blijken. Wat knap van Yvonne dat ze dit kan. 3.37.08. Ze geeft 16e seconde slechts toe. Dat is ongelooflijk knap waar ze nu mee bezig is. Vol en alles eruit nou. Kom op, Yvonne, rijden. Wat heeft ze dit goed gedaan? Bijna heeft ze zichzelf verstopt voor de rest van de wereld. Echt in alle rust is ze bezig geweest en dan komt ze met deze explosie. 4.12.09 is het de kloppen tijd. Kom op, Yvonne Rijen. 4.12.09. Sneller, 4.12. Jawel! 4.11.94. En nu weet ze het. Wereldrecord, Olympisch record. Fantastisch gedaan, Yvonne. Laatste ronde, hoe klopt je Oost-Duitsers? Dan moet je hier zo mee aankomen, wat is dit knap? Wat een ongelofelijke prestatie. Niemand kon bij die Oost-Duitsers in de buurt komen. Vergeet het maar, zij deden het. Wat een prestatie, wat een prestatie. Oi, 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 wat mooi. Hoe kan ze het waarmaken? Die rust kan eruit zien in de afgelopen weken. Vrolijke toer, één keer die mist erin en dan die concentratie weer terug. En echt wat van het oefen, die geniet daarmee. En ik denk dat ook op het ogenblik van bij Charles Kloosterboer op tafel gestaan wordt. Want hij is toch de man geweest die haar met schema's begeleid heeft. Het mocht eigenlijk niet officieel, maar ik denk dat datgene wat die bond nu gedaan heeft, toch ook een beetje de winst is geweest van Kloosterboer. Kijk, dat ze door die finish komt, ze weet het nog niet. En dan weten ze ineens wel wat een heerlijk beeld. En wat een ongelofelijke verrassing. Anne de Jong erbij en hier komt Kania. Dit is een historisch moment in de hardrijderij voor de vrouwen hier. Dat je in de jaren 80 nog eens een keer de Oost-Duitsers gaat verslaan. En nu die laatste ronde. Yvonne knal door. Het zou een geweldige sensatie zijn als Yvonne weer naar de eerste positie op een afstand gaat rijden. Jongens. Wat gaan we beleven hier met onze vedette, onze enige vedette? Ja, en daar komt er een hele end hoor, daar komt er een hele end. Kijk eens even, de tijd 2.00.82 voor Kania. En jawel, 2.00.68. Dat is normaal gesproken de tweede gouden plak van Gennep. Yvonne van Gennep heeft het gehaald, maar ze is de enige Nederlandse die dat niet weet. Maar als ze dan merkt dat ze opnieuw goud heeft, reageert ze weer even spontaan als steeds. In 3 dagen tijd krijgt ze heel Nederland aan haar. Karin Kania, die op minstens 3 gouden medailles werd geschat, moet het een en ander wegschieten. Van Gennep is inmiddels alweer begonnen aan de voorbereidingen voor haar laatste race, de 5000 meter. Wachten en de rondetijd bekijken voor Yvonne van Gennep. Die is 35. Oh, dit is goed hoor. Dit is absoluut goed. 2.18 sneller nog steeds dan Erich. En blijf op de been. Hou vol dat laatste rondje, Yvonne. Dan heb je niet alleen weer je wereldrecord teruggepakt, maar dan heb je bovendien een 30 gouden Olympische medaille in 1 week tijd gewonnen. Een ongekende prestatie zou dat zijn. Maar we zijn er nog niet. Het gaat niet zo makkelijk meer. Natuurlijk niet de vermoeidheid. Komt nu ook met de haven te binnen sluiten. Maar het moet kunnen naar mijn gevoel. Het moet absoluut kunnen. Ja. De beste tijd is 7.17.12. En hier komt de 3-voudige Olympisch kampioenen. Haha, geen zeven hier. Oh, wat een tijd. 7.17.12.
13, wie had dat gedacht? Dan hebben de grootste wedstrijd niet durven voorspellen. Een formidabele prestatie. De klappen komen hard aan in Oost-Duitsland. Op de Olympic Oval begint iedereen het Wilhelmus al een beetje te kennen.